Ik denk dat heel veel ploegen waarschijnlijk jaloers op zijn. En we kunnen ook heel veel voortbeduren met dezelfde spelers op wat we vorig jaar hebben laten zien. Ja, dat is zeker lekker. Ja. Want daar moet je nooit te lang mee wachten met je eerste goal bij een club. Zwaar onderuit, hè? Ja. Viel mee, hoor. We zijn te gast in het Ruhrgebied. In Kamen. Onder de rook van Dortmund staat het sporthotel Kaiseral. Een plek waar de Spaanse selectie zetelde tijdens het WK 2006 en waar FC Twente zich nu voorbereidt op het nieuwe voetbalseizoen. Perfecte ingrediënten om hard te werken en te presteren. Het is echt zwaar, man. Oh, jongens. Maar de omgeving is, laten we zeggen, typisch Duits. Het ademt degelijkheid. De architectuur, dat vind ik een beetje saai. Maar de kamers zijn uitstekend. De eten, de bediening is goed. Het veld is goed. We zijn hier pas een dag. Maar volgens mij zijn dit prima omstandigheden. Maar ja, qua esthetiek van het gebouw. Ja, dan dat is niet het mooiste. Maar voor de rest is het prima. En dat het ook met de stemming goed zit in de weinig opwindende omgeving blijkt als maandag Michel Flap zich meldt in het hotel. De nummer 10, die vorig jaar nog werd gehuurd van Anderlecht, is nu definitief vastgelegd. En dat is reden voor een feestje. Ik kwam binnen en het was gelijk feest. Ik had het ook niet verwacht. Ik kwam binnen en ze hadden gelijk het nummer opgezet. Nou ja, dan zag je ook wel een beetje denk, wat voor groep er is. En ook wat de banden zijn binnen het team. En misschien ook de rol die ik daarin heb gespeeld. Ik ben uiteindelijk weer teruggegaan naar Brussel, uit de koffer geleefd, bij een teamgenootje gewoond. Dus ja, daarin is dat natuurlijk altijd afwachten waar je terecht gaat komen. Dus voor mij kwam het belletje vrij onverwacht van kant van Twente. Ik heb met zin eigenlijk niet de boel dichtgegooid, ook niet op mijn social media. Ik wou eigenlijk meer de supporters, de staf en gewoon de club bedanken voor de plezier die ik weer had teruggevonden in voetbal. Wat voor prachtjaar we hadden gehad. En ja, met zin geen einde eraan lopen breien, want ik hoopte eigenlijk dat er nog een ingang was. En nou, die kwam er in één keer. En die sleutel werd gevonden door deze Jan Strooyer. De onvolprezen technische eindbaas van FC Twente. Het gaat hem voor de wind. En door de opmars van de club kunnen er ineens ook weer transfersommen op tafel worden gelegd. Hadden we ook niet verwacht, maar het heeft zich bij de club heel positief ontwikkeld. De verkoop van de seizoenkaarthouders, nieuwe sponsoren, de begroting die met 5 miljoen omhoog gaat. Ja, dan kun je ook wat extra's doen. En wat heb jij dan in de portemonnee zitten voor dit seizoen? Voor dit seizoen zijn we bijna klaar, dus gaan we... Nee, maar dan heb je een spelersbegroting van, waar moet ik aan denken, rond de 7 misschien? Nee, daar gaan we het niet over hebben, maar het is meer dan het afgelopen jaar, maar niet drastisch meer hoor. Dus het is gewoon een goede verhoging op basis van die 5 miljoen. Er is dus weer wat financiële speelruimte in Enschede. En met de hernieuwde Vaslav Tcherny en de komst van Vlap, Stijn en Sadilek en het naderende akkoord met Joshua Brenet is ook de selectie al zeer verrassend vroeg op peil. FC Twente zit weer in de lift, is weer een subtopper in Nederland en dus zijn de verwachtingen torenhoog. Zeker naar de 4e plek van afgelopen seizoen. Als je een heel goed seizoen hebt gehad, verwachten de mensen niet dat het volgend jaar slechter gaat. Al is dat wel realistisch, dat beter heel moeilijk zal worden. En toch heeft de technisch directeur altijd gezegd... De selectie moet altijd beter. Nou ja, maar ik denk dat als we de posities kunnen invullen die we nog willen. Nou ja, de rechter verdediger, dan linker verdediger. En mogelijk nog een aanvaller. Dan denk ik dat we beter zijn. En zeker als je ziet welke ontwikkeling alle spelers hebben doorgemaakt. Het zelfbewustzijn is weer groot bij de FC. Met Strooyer als bescheiden opperheer. Niets lijkt een mooi seizoen nog in de weg te staan. Hoewel, een uitglijder is ook zo gemaakt. Blijkt tijdens een interview met Flap. De grote baas ligt zichzelf namelijk een beentje. Daar heb je wel een druk, maar ik denk dat je als... Gaat het, Jan? Flap biedt eerste hulp. Hij werd even getikt op. En Jans en Van Dinteren zijn vooral benieuwd of de val wel in beeld is. En dat is hij. Zwaar onderuit, hè? Ja. Viel mee, hoor. Gelukkig. En niet veel later staat hij weer monteur voor de camera's. Dan even naar een andere nieuweling in de selectie. De 20-jarige Sam Stijn. De dynamische middenvelder kwam over van ADO en laat zich meteen gelden in de voorbereiding. Hij maakte dan ook het enige doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Nordsjælland. Ja, dat is zeker lekker, want daar moet je nooit te lang mee wachten met je eerste goal bij een club. Dus nee, het was een mooie goal ook. Het was wel fout van de keeper, maar prima goal en ik was blij dat hij zat. Ja, het niveau is zeker wel een stukje hoger, ja.
Nee, maar ik moet zeggen, het gaat me wel goed af. Vandaag ook in de training. Dus nee, wat kan je van mij verwachten? Ja, ik ga gewoon voor de strijd aan met Michel voor de nummer 10 positie. En wie weet kunnen we samen spelen. Dus mijn doel is gewoon zoveel mogelijk spelen. En dan zien we wel waar het schip stand. Ja, je noemt zijn naam al even, Michel. Die kwam gisteren heel vrolijk binnen in het spelershotel. Heb je ook meegezongen of niet? Ja, zeker. Servetje ook. Kun je de beelden zien? Ja, oké. Okay. Nee, ik vind het leuk dat hij er is. Hij is goed voor de groep. En nee, ik heb ook een goede klik gelijk met hem. Ja. En je zegt wel, ik ga wel voor de nummer 10 positie. Want ja, daar speelde hij vorig jaar ook. Maar ik heb van Jan Strooij ook wel eens begrepen, hij zou eventueel nog wel op 8 kunnen. Ja, ook hoor. Nee, het is niet per se de nummer 10 positie. Kom je gewoon naartoe om te spelen. En liefst waar dat is, maakt me niet zoveel uit of dat op 8 is of op 10. Dus nee, ik kom om zoveel mogelijk minuten te maken. Ja. En die minuten maakte hij ook in de oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Het sluitstuk van de trainingsweek in Duitsland. Ploeg uit de Zweite Bundesliga. En die komen op voorsprong via Hennings. Die schiet een vrije trap via de muur achter doelman Karsis. Het komt allemaal omdat Onderstal nog licht geblesseerd is. Titon kampt met corona. En er dus een keepersprobleem is bij FC Twente. El Maach is op proef en die maakte een goede indruk tijdens het trainingskamp. Evenals Vaslav Černý, herboren. Goede actie, lange hoek met zijn rechter. En hij brengt na ruim een half uur spelen de stand in evenwicht. Wedstrijd over 105 minuten. Nog zonder Wout Brama, die had een lichte kwetsuur. En dit zijn beelden uit het tweede deel van de wedstrijd met Daan Rots. Ook hij weer helemaal fit. Raakt in de eindfase van het seizoen geblesseerd. En schiet met scherp. Goed doorzetten en dan is het de 1 tegen 1 situatie. Daan Rots zoekt zijn tegenstander op. En schiet hem bekwaam binnen. 1-2. Dan de hoekschop. Vallende bal voor Flap. Zet hem voor en daar de kopkans. Goede redding nog. Rebound is voor Kasper Staring en dan is het 1-3. En zo doet FC Twente goede zaken in die oefenwedstrijd. Het tankt vertrouwen. En speelt bij Vlagen alleraardigst. Mooie opening op Daan Rots. Korte hoek ligt open. En dan is het een koud kunstje voor de buitenspeler uit Groenlo. Ook Mococcio maakte nog minuten. Hij traint zich nog altijd op bij FC Twente. Maar hij heeft nog wel een fysieke achterstand. Het slotakkoord is voor Michel Flap. Hij mag in blessuretijd nog een strafschop nemen. En dit is dus zijn eerste officiële treffer als FC Twente speler. En zo besluit FC Twente een prima trainingsweek in het Duitse Kamer. Met een klinkende overwinning op Fortuna Düsseldorf. Ron Jans is in zijn nopjes en heeft de selectie al aardig op peil. Ik denk dat heel veel ploegen waarschijnlijk jaloers op zijn. En we kunnen ook heel veel voortbeduren met dezelfde spelers op wat we vorig jaar hebben laten zien. Puur kijk naar de kwaliteit in de groep, is de kwaliteit behoorlijk hoog. Nu hopen dat Brunet natuurlijk ook tekent. Dat zal natuurlijk ook mooi zijn. De kwaliteit is er. En ja, we moeten zorgen dat we natuurlijk gewoon weer dezelfde teamspirit en alles opbrengen. Maar ik denk dat het ook wel gaat lukken in de Grotsvest. Twente keert dit weekeinde weer terug in eigen land en speelt in de voorbereiding nog oefenwedstrijden tegen Werder Bremen, Schalke 04 en onder andere Bologna. En dan wacht de eerste wedstrijd in de voorronde van de Conference League. En bovenal weer een bewogen seizoen in de Eredivisie.